Goedemorgen nieuwsbrieflezers van de Handwerkboutique. Het is zaterdag 20 januari en dit is het filmpje dat hoort bij de nieuwsbrief van vandaag. Als het goed is heb je de nieuwsbrief om 10:30 in je mailbox ontvangen en kun je klikken op de link naar dit filmpje. Ik heb vandaag heel veel verschillende dingen voor je. Een beetje van alles wat winter, wat voorjaar, een paar boeken, een klein boekje, voorbeelden van wat je op ons Blue Monday stoffenpakketje kunt borduren. En van alles wat. Mijn haar zit echt op vorststand. Als het buiten wat begint te vriezen, dan gaat mijn haar altijd rare dingen doen. Dus het is even niet anders. Dit is het en daar doen we het mee vandaag. Maar om te beginnen, allereerst een ontwerpster die nog niet zo bekend is, maar die wij wel heel erg leuk vinden. En dat is Jen Hicks Creates. Zal het even goed zeggen. Jen Hicks Creates. Zij heeft ook een Flosstube kanaal. Dat zal ik in een link zetten, zodat je daar ook kunt kijken. En vorig jaar heb ik haar voor het eerst ontmoet in Nashville. En dit jaar komt zij ook weer op de beurs te staan. En ik kijk er alweer naar uit om naar haar nieuwe modellen te kijken. Wat ik vandaag met je wil delen is Caroline's Balloons winterversie. Deze versie is er dus in 4 seizoenen. En wat ik zo leuk vind is dat je ook heel goed weer onderdelen van het patroon kunt kiezen. Je snapt wel dat de huisjes doen het voor mij helemaal. Maar het is natuurlijk ook super leuk om voor iemand één zo'n ballonnetje te borduren. En daar of een schaarhangertje van te maken of een speldenkussentje. En je kunt ook gewoon alleen het motief borduren. Dus heel veel mogelijkheden. Er zitten ongeveer 10 kleuren in. Ze heeft het geborduurd met handgeverfd garen, maar is zo aardig geweest om er ook alvast een DMC-omzetting bij te zetten. Maar dit zijn ook het type patronen wat je natuurlijk uitstekend met je eigen garendoos kunt gaan borduren. Dus dit is Caroline's Balloons Winter. Dan hebben we de Winter Cottages. Je ziet hier misschien al wel een thema bij mij verschijnen, maar ook deze vogelhuisjes vind ik super leuk. En de rand vind ik ook heel leuk met die verschillende kleurtjes erin. Dat is ook echt iets om te onthouden als je zelf nog ergens een randje omheen wil borduren. Soms heb je wel eens met een borduurpatroon dat het net wat in de lucht hangt. Dat er eigenlijk een randje omheen moet. Nou, als dat randje nou niet gegeven wordt, kun je natuurlijk altijd twee enkele randjes borduren. En daartussenin dan om een bepaald aantal steken de kleuren gebruiken die je in de rest van het lapje ook hebt verwerkt. En daar is dit een heel mooi voorbeeld van. Ook voor dit patroon geldt weer dat je natuurlijk uitstekend aparte stukjes ervan kunt borduren. Maar ik vind hem zo in zijn geheel ook wel erg leuk. En ook leuk afgewerkt op zo'n stuk steigerhout lijkt het wel. Dan hebben we een patroontje waar ik echt helemaal weg van ben. Jullie weten, ik ben dol op de vogeltjes in mijn tuin. Die voer ik ook regelmatig. En ik kan er altijd bijzonder van genieten als er weer een paar vogeltjes langskomen. En dit vogeltje deed het voor mij helemaal. Tranquility is dit. Ik vind het echt een prachtig patroontje. Mooie randjes, mooie bloemen, dat vogeltje. Het patroontje is 80 steekjes vierkant, dus zo heel groot is het niet. En ik denk dat deze toch echt op het lijstje komt te staan van dit jaar borduren en dan in de winkel afwerken. Ik vind hem echt prachtig. En ze zegt zelf van zij houdt van verschillende kleuren aqua en turquoise. En dat zie je een heel klein beetje hierin terug. Het is op de video misschien niet zo goed te zien, maar dat zit in de vogel met name. En ze heeft nog meer plannen om in deze serie andere patronen ook uit te brengen. Dus ik zal eens op zoek gaan of er al patronen uitgebracht zijn in deze serie. En anders houden we het zeker in de gaten voor de toekomst. En dan voor iedereen die helemaal al het heeft gehad met de winter, met sneeuw, met gladheid, met kou, hebben we de Spring Cottages. Eenzelfde idee. Vogelhuisjes die hangen aan het dak met allemaal vrolijke kleurtjes. Ook weer dat leuke randje eromheen en de losse soort kwekerachtige motieven die je weer voor allerlei dingen kunt gebruiken. Dus heb je meer zin om alvast voor het voorjaar te geborduren, dan is Spring Cottages zeker iets voor jou. Dat zijn de patroontjes van Jen Hicks die ik met je wilde delen. Ik moet even hier wat ompakken.
Dan, als je denkt van sneeuwlandschapjes, daar ben ik helemaal voor en daar hou ik van. We hebben weer een nieuwe voorraad binnen van Anterselva di Mezzo. Een patroon van Renato Parolin. En wij zeggen wel vaker, hij is een beetje ondergewaardeerd. Dat komt voor een deel door de foto's die hij op zijn patronen zet. Ze zijn moeilijk te zien. En omdat hij gelig papier gebruikt, zien alle foto's er een beetje gelig uit. Toevallig heb ik het merendeel van dit patroon geborduurd. En kan ik dat met je delen? Dan zie je veel beter hoe het eruit ziet. Het zijn werkelijk prachtige patronen. Ik heb hierbij het middenstuk gebruikt. En heb het patroon zo ver geborduurd als dat paste in het bakje. Dus ik heb opgemeten hoeveel centimeter ik hier en hier overhield. En dat dat dan aan de zijkanten ook precies zo uitkwam. En de rest van het patroon heb ik gewoon niet geborduurd. Dus eens even kijken. Als ik het zo doe, dan zie je het denk ik wel. Dus een heleboel van de sneeuw die aan de kanten zit, die heb ik weggelaten. Maar dit is dus een hele leuke manier om een patroon af te werken in een houten bakje. Deze kwam van de Big Bazaar, als ik mij niet vergis. We hebben dit model al jaren in de winkel staan. En ik weet nog dat toen we het net voor het eerst hier hadden staan, toen zat de Big Bazaar hier echt op 150 meter lopen. En de dames gingen regelrecht vanuit de winkel naar de Big Bazaar vragen om het houten bakje. Waarbij de bedrijfsleider op een gegeven moment toch vroeg van, waar hebben jullie die houten bakjes toch voor nodig? Nou, inmiddels weet je, volgens mij heeft de Action ze wel eens, de Vibra heeft ze misschien wel eens. Je moet gewoon even kijken. Het maakt niet zoveel uit of je nu een houten bakje hebt of een houten plank waar je het op af kan werken. Maar hou er dus rekening mee dat het mooi is om even op te meten hoeveel centimeter je hier overhoudt, zodat je dat aan de zijkanten gelijk kan houden. Dat is vaak het probleem met kant-en-klare lijstjes en dergelijke, dat je borduurwerkje er nooit mooi in past. Dat altijd aan de ene of aan de andere kant, dus horizontaal of verticaal, er meer stof zichtbaar is. Nou, dat is in zekere zin op te lossen door een deel van het patroon weg te laten. Dat kon ook in dit geval heel goed, dus vandaar. Dat is Anterselva di Mezzo. Dan blijven we nog even in de beige goudtinten. Wij kregen dit patroon te laat binnen voor de kerstcatalogus. Dit is van Ube Stick Design, Geschenkebaum. En zoals je ook ziet zijn het allemaal cadeautjes, maar wel heel mooi versierde cadeautjes met sterretjes ertussen. En wat nou zo leuk is, je kunt natuurlijk al die cadeautjes gewoon apart borduren, daar labeltjes van maken, daar kerstkaartjes van maken, kerstornamentjes van maken. Nou, je kunt het eigenlijk zo gek niet verzinnen of er is wel iets mee te doen. Het patroon hebben we net toegevoegd aan de webshop, want we hebben het ook nog maar net binnen. En al zou je alleen dat sterretje bovenop borduren en dat naar iemand sturen, daar wordt toch iemands dag zeker beter van. Ik vind het een geweldig leuk patroon. Wat mij betreft zouden ze hem ook uit mogen brengen in een in een versie die niet zo kersterig is. Zodat je hem het hele jaar door kunt gebruiken. Maar vooralsnog is deze erg leuk voor volgend jaar. Nee, voor dit jaar kerst. Dan hebben we ik heb nog meer kerstachtig, winterachtig. Daar gaan we maar even mee door. We hebben weer een nieuwe voorraad. Jullie waren allemaal net zo verliefd op de Christmas Parade van Cottage Garden Samplings als dat wij dat waren. En we hebben weer een aantal patronen binnen. Dus wil je dit patroon nog hebben, meld je dan snel. Dan kun je alvast beginnen. Ik ben nog steeds een beetje aan het dubben of we hem helemaal gaan borduren. We hebben van Carla hebben we het vosje gekregen. Die was geborduurd en afgewerkt in een borduurringetje. In een van de Flosstube filmpjes die ik, de Flosmus filmpjes moet ik zeggen, die ik in december heb gemaakt, kun je die zien. Maar ik vind dat kerstmannetje alleen vind ik toch ook wel super schattig hoor. Dus we moeten maar eens even zien wat we doen. Maar hij is dus weer op voorraad, dus als je op tijd wil beginnen, meld je dan. Dan hebben we binnengekregen de Ethel's Winter Tart Tins. Dit zijn ook hele leuke kleine patroontjes. Er zitten 6-7 kleuren DMC in. Dat kun je natuurlijk heel goed afwisselen met kleurtjes die je zelf hebt. En wat je ook heel leuk zou kunnen doen is om bijvoorbeeld hier in het midden het wit te vervangen door Petit Treasure Braid 10 met een glimmertje. Waardoor je echt weer iets speciaals toevoegt aan deze kleine patroontjes. Ik vind ze bijzonder geschikt om voor
zoals ze hier afgewerkt zijn, in kleine taartvormpjes. Je kunt ze afwerken in kleine ringetjes. Je kunt ze afwerken in kaartjes. Denk ook eraan dat je eentje borduurt en dat je hem bijvoorbeeld in een klein vierkant lijstje afwerkt. En ik zet in de nieuwsbrief een lijstje wat ik onlangs bij de Action heb gevonden. Dat zou heel geschikt zijn voor dit, voor één zo'n patroontje. En het leuke is als je daar dan plakvlieseline tegenaan doet en je knipt hem op maat, dan zou je hem voor elk seizoen kunnen uitwisselen. Dat is een beetje het idee wat ik erbij heb. Ik ben vergeten om het lijstje mee hier naartoe te nemen en ik wil eigenlijk deze video niet verder hoeven te bewerken, zodat ik hem gelijk kan uploaden. Maar ik zet de foto en de beschrijving ervan in de nieuwsbrief, dus daar kun je dan zien wat je hiervoor zou kunnen gebruiken. Nou, even kijken, dan hebben we nog ook een hele leuke. In het kader van de Little Snowman is onderweg, hebben we hier nog Little Penguin van Crochette A Go-Go. Wat dus heel leuk is, is dat je het zuurstok knoopje erbij krijgt. Ja, en wij vinden deze serie echt geweldig. We hebben het kippetje en het haasje hebben we al geborduurd. Kobe is bezig om de poes te borduren. En nu zijn we eigenlijk van plan om zowel het hondje, de sneeuwman en deze pinguïn nog te gaan borduren. Zodat we een hele serie hebben van deze kussentjes. Ze zijn werkelijk te schattig voor woorden. En ja, dit is toch eigenlijk wel hoe we deze dagen, nou het wat kouder is, door moeten komen. Iets warms op je hoofd, een dikke sjaal om en een lekkere beker chocolademelk. Even zien hoor, dat waren dan de winterpatronen. Er komen straks nog wat winterpatroontjes bij, maar dat leg ik later wel uit. Dan gaan we over naar wat voorjaarspatronen. We hebben hem weer binnen, de Big Chicken Little Chicken Pinkeep. Deze is van Stacy Nash Designs. Volgens mij was die vorig jaar eind van het jaar uitgekomen op de online beurs. Of in Nashville vorig jaar. Het was een tijd lang in ieder geval lastig om het patroon te krijgen. Maar wat je kunt zien is dat dit een hele mooie soort doosachtige speldenkussen is. Alhoewel ik niet weet of ik hem als speldenkussen zou gebruiken. Waarbij je dus aan de voorkant de grote kip borduurt. En waarbij je op de achter- of de onderkant de kleine kip borduurt. Dan zit er nog een randpatroon in die je dan borduurt helemaal rondom de twee vierkante patroontjes. En daar kun je dan zo'n boxpillow, zoals ze dat dan noemen, een soort dooskussentje van maken. Wel even voeren met de plakvlieseline en vooral heel goed opvullen, want na verloop van tijd zakt die vulling toch wat naar beneden en het is dan goed om hem echt even goed op te vullen. En wat je ook nog zou kunnen doen, is dat je een kartonnetje maakt hier voor de onderkant. En dat er tegenaan drukt, om het zo maar te zeggen. Dan heb je in ieder geval dat hij op de onderkant goed blijft staan. Is ook wel handig. Dus die hebben we ook weer binnen. Superleuk patroon. Echt iets voor het voorjaar. Dan, ook helemaal passend bij het voorjaar, is de Spring Alphabet van de Scarlet House. Echt zo'n patroontje wat je heerlijk in een aantal avonden kunt borduren. Ik vind letters borduren zelf heel erg leuk om te doen. En ik heb de alfabetversie heb ik gedaan, dus deze is misschien ook wel leuk om dit jaar dan toch maar te gaan doen. Er is ook een kerstversie van, die heb ik ook nog niet geborduurd. Ja, een mens kan maar zoveel borduren in een jaar. Maar deze is voor het voorjaar erg geslaagd. Er zit een Classic Colorworks garen, heeft ze zelf gebruikt. Maar ook hier is een omzetting van haar DMC, dus daar hoef je niet naar te zoeken verder. Spring Alphabet van The Scarlet House. Dan de Quilting Berries van Erica Michael Designs. Ik weet eigenlijk niet of ik deze al had laten zien of niet. Maar ik vind hem zelf erg leuk, ook als je niet quilt. En wat ook weer leuk is, je kunt deze quiltblokjes ook heel goed weer apart gebruiken. Als je zegt, nou, dat afwerken in zo'n aardbeitje weet ik niet. En ze dan bijvoorbeeld onder elkaar borduren of twee bij twee naast elkaar borduren. Heb je weer mogelijkheden genoeg met zo'n patroon. Maar de aardbeitjes zelf zijn ook wel erg leuk. Dan heb ik een DMC-boekje wat we al een tijdje in de winkel hebben. Maar soms zijn bepaalde dingen raak soms wel eens wat ondergesneeuwd. Dit is een DMC-boekje met allemaal alfabetten erin. En ik zal eens even kijken, staat er ook. Kijk, om je even te zien. Ik moet eigenlijk iets hebben wat er even voor kan. Zo. Hier heb je een idee van wat er aan alfabetten in staat. Er staan dus grote alfabetten in, kleine alfabetten in. Er staan kleine motiefjes staan er nog in die je kunt gebruiken. Het boekje is echt ideaal als je een geboortelapje wil personaliseren. Als je iets wil borduren voor een zoveeljarig huwelijk. Voor iemand die gaat verhuizen.
overal waar je een naam, gezegde woorden op wil borduren, is dit boekje eigenlijk ideaal. Het kost €5,95, dus dat valt, vind ik, erg mee. Het is echt een goede deal, om het zo maar te zeggen. En zelf vind ik dit soort, er zitten zelfs stiksteekpatroontjes in, alfabetten in. Dus je kunt echt, hoeveel ruimte je ook hebt om het zomaar te zeggen, er is een alfabet te vinden waarmee je dan de naam, de woorden of wat dan maar ook erin kunt borduren. Deze staan in de webshop, maar ik maak even een linkje in het document, dan kun je ze makkelijk vinden. Dan, over stiksteekjes gesproken, hebben we Broderie Blackwork. Een boek, een Frans boek. En het staat bordenvol met allemaal blackwork motieven. Staat ook heel mooi uitgelegd hoe je het zodanig kan borduren. Kijk, om je een idee te geven. Dat de achterkant er ook nou bijna in spiegelbeeld uitziet, dan wel heel netjes uitziet. Kijk, op zich, en je hebt natuurlijk het holbein borduren, waarbij de achterkant er eigenlijk net zo uitziet als de voorkant. Dat is allemaal leuk en wel, maar als je de achterkant niet ziet, omdat je iets inlijst bijvoorbeeld, omdat je er een gevoerde tas van maakt of wat dan maar ook, zou ik me daar niet zo heel druk om maken. Ik vind altijd, het moet ook leuk blijven wat je doet. En het moet niet zo zijn dat je echt helemaal in de stress schiet van, omdat de achterkant misschien er niet helemaal uitziet zoals je het in gedachten had. Het boek kost €20,50. Ik vind het zelf echt iets wat heel mooi is om in de boekenkast te hebben. En op het moment dat je iets nodig hebt, kun je dit pakken en het gebruiken. Dan hebben we voor de liefhebbers van open naaiwerk, hebben we Le Jour de Slaw. Een prachtig boek met allemaal open naaiwerkmotieven. Het boek is uiteraard in het Frans, maar wat altijd heel fijn is met deze boeken, is dat ze er een geweldig goede beschrijving met foto's en tekeningen bij geven. Dus laat je daar vooral niet door afschrikken. Ik ben even op zoek naar een tekeningetje wat ik kan laten zien. Nou, hier bijvoorbeeld kun je al wat zien. Het is echt een, als je van dit soort open naaiwerk houdt, is dit een geweldige toevoeging aan je bibliotheek. Er staan allemaal prachtige bloemmotieven in die je kunt borduren. Dit is niet iets, vind ik zelf altijd, om even snel tussendoor te doen. Je moet hier echt even de tijd voor nemen. Bekijk de tekeningen goed. Heb een proeflapje bij de hand waarop je een en het ander kunt uitproberen. En vergeet niet dat dit echt in een borduring geborduurd moet worden. Je moet de stof echt goed op kunnen spannen en dan kun je verder aan de slag. En dan hebben we nog een heel ander leuk boek. Une Hivière Douille, als ik het goed uitspreek. En dit is een boek met allemaal Franse ontwerpsters die patroontjes voor de winter hebben aangeleverd, maar ook hele leuke afwerkingsmethoden. Dus dit staat er bijvoorbeeld in. Uiteraard deze kussentjes, die vonden wij bijzonder leuk op de voorkant. Nou, ik zal even verder zoeken. Deze vind ik ook heel erg leuk. Dit is dan wel kerst, maar een ABC de Noël. En ik zal eens kijken of ik de volgende keer ook post-it nootjes erin kan doen. Deze is van Gail Boussy. Sorry, deze is van Marie Suarez. Excuses. De stijl lijkt een beetje op elkaar. Even zien hoor. Hier hebben we een heel mooi bakje van Marie Suarez. En wat leuk is, hier staat ook weer aangegeven hoe je het bakje in elkaar moet zetten. Nogmaals, het zijn Franse boeken, dus het staat er in het Frans in. Maar de tekeningen die erbij staan, die zijn zo duidelijk dat je dat echt wel voor elkaar krijgt. Hier hebben we eentje van Annie Poilagy. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet zo niet. Er staat het erop. Er staan 22 verschillende patronen in. Het boek kost €19,50. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het alleen al voor deze patroontjes zeer de moeite waard. Dat waren alle boeken, alle gewone dingen. En toen had ik afgelopen maandag, had ik op Blue Monday, had ik een berichtje gemaakt voor Instagram en Facebook. Als je ons daar nog niet volgt en je wilt dat graag, de linken staan ook in de nieuwsbrief. Dus volg ons dan mis je niks. Maar daar had ik dus ons Blue Monday stoffenpakketje geplaatst.
met 5 verschillende stofjes van donker naar licht. Want de dag begint misschien wel donker, maar zeker als je zo'n stofpakketje in huis hebt, wordt de dag steeds vrolijker natuurlijk. En Bianca zei toen van, kun je ook laten zien welke patroontjes je daar dan op kunt borduren? Nou, dat kan zeker. Ik haal deze even uit elkaar. De lapjes zijn 25 bij 35 centimeter. En dat is dus zo groot. Aardig groot. Het is Belfast linnen, dus je kunt iets meer dan 6 kruisjes op een centimeter borduren. En haar vraag was dus, wat kun je daar allemaal op borduren? Nou, hou je vast, daar gaan we. Ik heb verschillende patroontjes uitgezocht, omdat ik dacht, het is wel leuk om te zien wat je dan allemaal kunt, zeg maar. En ook op de verschillende kleurtjes. Nou, om maar met een wat makkelijker te beginnen. De Chajou Spectacle van Ink Circles Designs is hier in verschillende kleurtjes geborduurd. Maar je zou deze natuurlijk heel goed in 1 kleur kunnen borduren. Een beetje tonzuurton. Dit is Fretworks 1050. En dat wordt dan deze combinatie. Dan heb je een hele mooie tonzuurton combi. En de donkere en de afwijkende kleuren in het garen komen weer mooi op. Plus, hier staan dus wel veel meer kleurtjes op, maar dat is natuurlijk helemaal niet nodig. Je kunt dit zo borduren. En je hebt genoeg stof voor de voor- en de achterkant van dit patroontje bij 1 van de lapjes. Volgens mij hou je zelfs nog wel over, dus je hebt echt wel genoeg. En dan zou je een leuk brillenhoesje voor iemand kunnen borduren in de favoriete kleuren blauw bijvoorbeeld. Dus dat was 1 mogelijkheid. Dan hebben we de Anjou Pear van Annie B's Folk Art. Zij had al de rode en de blauwe peren en nu hebben we dus de Anjou kleur. Die kun je natuurlijk borduren zoals ze hier staan met de dinky dyes die gebruikt zijn. Maar je zou ook, moet ik even zoeken, ze kunnen borduren met een silky kleurtje op donkerblauwe ondergrond. Soms is het dus ook maar net hè, wat je wilt. Je kunt natuurlijk je altijd houden aan hoe de ontwerpster het heeft voorgesteld. Het grote voordeel daarvan roep ik altijd, je weet wat je doet. En je weet ook hoe het eindresultaat eruit komt te zien. Als je zelf gaat experimenteren, kan het natuurlijk wel eens gebeuren dat je minder enthousiast bent. Ik zeg altijd van, als je met kleur wil experimenteren, borduur dan even een klein stukje van het garen op de stof die je in gedachten hebt in een hoekje. Of bijvoorbeeld een klein motiefje of een letter. Om het idee te krijgen van, hoe ziet dat er nou uit bij elkaar. Nou, deze kleurcombinatie, dat springt er natuurlijk mooi vanaf. Dus die zou je er heel goed voor kunnen gebruiken. Je zou ook bijvoorbeeld deze dinky dyes kunnen gebruiken op het lichtblauwe lapje stof wat erbij zit. Mogelijkheden te over, dat snap je wel. Dat was dus Anjou Pear. En volgens mij, als je ze zo eruit haalt en de 1 zeg maar zo borduurt en de volgende zo borduurt, kan je er precies 3 uithalen. En anders borduur je er bijvoorbeeld 3 op 3 verschillende kleurtjes stof die gewoon mooi bij elkaar passen. Dan heb je ook een mooie combinatie. Dan zou je hetzelfde garen kunnen gebruiken. En bijvoorbeeld deze 3 lapjes kunnen nemen met hetzelfde garen. Of als je iets zoekt wat wat blauwer is. Ik vind het zelf iets minder sprekend. Maar het is wel wat rustiger. Zou je dat ook kunnen doen. En dan is dus niet de stof meer de gemeenschappelijke delen. Maar dan is het kleurgaren de gemeenschappelijke delen. Allemaal mogelijk. Dan, vorige keer liet ik hem al zien. De Winter Folk Bird. Zou je ook heel goed kunnen borduren op het gewolkte lapje stof, vind ik. Dan krijg je dus een heel ander effect. Je zult even moeten kijken of de kleur blauw van de vleugel goed erbij past. En anders kun je natuurlijk, als die kleur blauw, die wordt volgens mij alleen hier gebruikt, kun je dat ook zo weer aanpassen. Hè? Laat je niet helemaal in een kurslijst stoppen door de kleurtjes die aangegeven worden op een patroon. Je kunt daar heel goed iets in aanpassen als je denkt van, hé, die kleur blauw is eigenlijk op mijn kleurtje stof net iets te grijs, te groen. Ik pas hem aan. Hè? Zoals gezegd, dit wordt alleen hier gebruikt. Dus als je een kleur blauw hebt die hier gewoon goed bij past, kun je het hele patroontje hierop borduren. Dat was de Winter Folk Bird.
Dan een heel ander patroontje is de Snow Penny van Theresa Koker. Die heeft zij op meer groenige stof geborduurd. Maar ik denk zelf dat deze stof, de grijs-blauwe stof die erbij zit, ook heel goed zou kunnen. Geeft een heel warm effect. Wel een heel ander effect, maar dat is eigenlijk juist ook wel leuk. En ook hier kun je nog overwegen om de kleuren groen die in de pennies zitten, om dat te vervangen door een grijs-blauwe. Dus denk dan aan kleurnummers 924, 926, 927. Die zouden hier ook heel leuk op staan en dan komt de kleur van de stof weer terug in je randje. Dus Snow Penny van Theresa Koket. Dan een van onze absolute toppers van de kerstcatalogus, Piccini Piccini. Deze kleine kussentjes kun je natuurlijk hier ook heel goed op borduren. Ik zou volgens mij ook weer kiezen voor de grijzig-blauwe tint die erbij zit. Dat is wel anders dan dat hij hem hier heeft geborduurd, maar het kan prima. Kijk, bij dit patroon is het weer belangrijk dat de kleur wit goed uitkomt. Dus als je maar een stofkleur hebt waarbij het onderscheid met wit groot genoeg is en je met twee draadjes borduurt, dan krijg je gewoon een heel mooi effect. Of er drie kussentjes uit kunnen, dat durf ik eerlijk gezegd zo niet te zeggen. Je zou ze wel allemaal naast elkaar kunnen borduren en dan hou je aan de zijkanten net nog een beetje over om hem of in te lijsten of om er een langwerpig kussentje van te maken. Piccini, Piccini, hebben we weer op voorraad. Een andere patroon, die liet ik vorige week zien, de sneeuwklokjes van Renato Parolin, zou je heel goed op de lichtblauwe stof kunnen borduren. Ik vind dat een heel mooi, vrolijk voorjaarsgeheel dan. De groene tinten komen er mooi op uit, het wit komt er mooi op uit. En eerlijk gezegd vind ik dit iets vrolijker staan dan de naturelkleurige stof die hij zelf heeft gebruikt. Het geeft toch net, vind ik, iets meer voorjaar weer dan naturelkleurige stof. Hoe gek ik ook ben op mijn naturelkleurige stof. Vanis van Renato Parolin zou dus ook heel goed kunnen. En tot slot heb ik nog iets een beetje woest. Nou ja, woest. Dit is echt even helemaal anders denken. Dit is de Danish Stocking van JBW Designs. Die is hier met rood geborduurd op een neutrale ondergrond. Dus iets van crème. Je zou vintage country mocha kunnen gebruiken. Maar je zou ook de donkerblauwe stof kunnen gebruiken. En ik heb helaas geen kleurtje witte sulky meer. Onze witte sulky is even op. Die is in bestelling. Maar je zou dan heel goed met een witte sulky hierop kunnen borduren. Ik hou deze er even bij dat je idee hebt van een kleurtje. Ik zou dit zelf niet zo snel doen. Maar dat is natuurlijk heel persoonlijk. Je zou ook... kijk, deze zou ik dan mooier vinden. Dat is een lichtblauwe. Je zou natuurlijk ook een ijsblauwe kleur sulky kunnen gebruiken. Maar waar het om gaat is dat je dus zo'n lapje heel goed kunt gebruiken. Alleen... soms moet je even anders nadenken over patroontjes. In dit geval heeft de ontwerpster voor een naturelkleurige ondergrond gekozen met rood garen. Maar dat zou je dus uitstekend kunnen doen op de donkerblauwe lapje. Met witte sulky. Of gewoon met twee draadjes DMC. En waarom zeg ik dat? Kijk, ik heb hier op 11 draads band heb ik met witte sulky geborduurd. En je ziet hoe mooi dat dekt. Dus dit is 12,6 draads linnen, dus witte sulky dekt hier prachtig op. En je krijgt dan gewoon een heel ander effect van zo'n patroontje dan dat op de foto staat. Ik denk dat dit patroontje met witte sulky op donkerblauwe stof echt prachtig is. En ik zou bijna zeggen van ik daag je uit om met een, als je het pakketje hebt aangeschaft, stuur me een foto van wat jij ermee hebt gedaan. Dat is niet alleen leuk voor ons om te zien, maar dat is ook heel leuk als ik het mag delen voor anderen om te zien. Gewoon om een idee te krijgen van wat kun je daar nu allemaal mee. Nou, dat was wat ik allemaal had te delen voor vandaag. Nog een kleine tip als je op de donkerblauwste stof gaat borduren. Dat is altijd een beetje lastig om te zien. Zorg ervoor dat de stof in een ring of in een Q-snap zit. Dan trek je de gaatjes al iets meer open. En gezien het weer, ik weet niet hoe het bij jou gaat, maar ik heb heel regelmatig deze dagen een donkere broek aan.
En dan helpt het om bijvoorbeeld een witte handdoek of een witte kussensloop op je benen te leggen. Want dan is het contrast met de gaatjes in de stof en je broek is gewoon, hè, wat eronder zit, is gewoon wat groter en dat maakt het wat makkelijker. Een goede loop helpt natuurlijk ook als je het wat minder goed ziet. Maar dit zijn twee dingen wat je eigenlijk heel makkelijk thuis kunt doen om het voor jezelf wat makkelijker te maken om op hele donkere stof te borduren. Nou, ik geloof dat ik alles heb gezegd wat ik wilde zeggen. Ik wens je een geweldig leuk weekend toe. Geniet ervan. Ik geloof dat vanaf morgen de temperaturen alweer omhoog schieten. En ik zag dat bij mij in de tuin de bloembollen al een beetje omhoog komen. Dus wie weet gaat dat volgende week nog wat verder en komen de eerste echte blaadjes al boven. Ik moet zeggen dat ik zelf nog een beetje zit tussen van aan de ene kant vind ik het ook wel lekker om even een paar dagen echt winterweer te hebben. En aan de andere kant heb ik ook wel heel veel zin in het voorjaar. Ik denk dat dat een beetje komt door alle regen die we hebben gehad. Daar ben ik echt, heb ik wel genoeg van eigenlijk. En ja, een dag waarop het gewoon mooi zonnig weer is. En of het dan een vleugje voorjaar is of juist een beetje vrieskou. Dat maakt maar niet zo uit als we de zon maar zien. Ik wens je een heel zonnig weekend toe. Geniet van alle kruisjes die je kunt maken. En tot een volgende keer. Fijn weekend!